Dordrecht thuis tegen Jong FC Utrecht. Jong FC Utrecht heeft nog niet gewonnen. Dordrecht is nog ongeslagen in de competitie na twee wedstrijden. Hier hadden de Domstedelingen op voorsprong kunnen komen als Nick Venema hem gewoon binnen had geschoten. De laatste keer dat Dordrecht drie wedstrijden aan het begin van de competitie ongeslagen bleef was in 2013. En toen promoveerden ze ook aan het einde van het seizoen. Dordrecht komt in de 24e minuut op voorsprong via Stijn Meijer. Fraaie actie van de spits. En het enige wat Fabian de Keizer pakt is zijn eigen speler. En dan is het een koud kunstje om die bal binnen te schieten voor Stijn Meijer. Malai, heerlijke bal ook achter het standbeen. En dan is het nu wel raak voor Nick Venema. Wat een prachtige assist hebben we gezien vandaag. En deze mag er ook absoluut zijn. Dit is geen buitenspel voor Venema. En met zijn linker gaat die bal onder bossen en door. Iets na het half uur een hoekschop voor Dordrecht. En die bal wordt binnengeknikt door Sedine Ndiaye. Fabian de Keizer had die bal misschien wel tegen moeten houden. Naar de grond gekopt in de korte hoek. En Ndiaye komt hoog. En zorgt weer voor de voorsprong voor Dordrecht. Dan heeft Utrecht de hele tweede helft om wat te doen aan die achterstand. En dat lukt. Het is weer Venema die scoort. Vorig seizoen 5 keer scorend voor NAC. Nu al 2 keer voor Jong FC Utrecht. Daar gaat Dordrecht weer op weg naar de overwinning. De bal voorlangs geschoten door invaller Ruggiero Mannes. En dan krijgt de wedstrijd nog een vervelend staartje. In de 94e minuut is dit de tweede gele kaart voor Joshua Mouke. Een rode kaart voor hem. En nog een vrije trap voor Dordrecht. Kunnen ze de overwinning nog pakken? Nee, dat lukt niet. Vrije trap gaat via de muur over. Dordrecht Jong FC Utrecht 2-2.